Het ministerie van LVV brengt sinds afgelopen donderdag oriëntatiebezoeken aan gebieden die onder water liggen in de districten Wanica en Kommerwijnen. Met de districtscommissariaten Wanica Noordwest en Kommerwijnen zijn afspraken gemaakt waar ontwateringswerkzaamheden zullen worden verricht. Door de zware regens van de vorige week ondervonden veel woon- en landbouwgebieden wateroverlast. Een andere oorzaak van de wateroverlast is de dambreuk in Kommerwijnen. Volgens LVV-minister Suresh Algu hebben de landbouwers behoorlijke schade geleden. Ik blijf zeggen, we hebben deels van het water wel onder controle, maar niet alles. Maar gisteravond heeft weer geregend. Ik heb informatie van morgen binnengehad dat er toch wel nog steeds gebieden zijn die onder water liggen. Waterstand in de rivier is hoog, dus waardoor afvoeren door zwaartekracht toch wel heel moeilijk gaat. En wat betreft de gewassen, die gewassen zijn behoorlijk veel aangetast. Merendeels. Hun aanplantingen zijn vernietigd. Ja. Dus we mogen dan rekenen dat het binnenkort omhoog gaat? Het zou kunnen, hè? Het zou kunnen. Dat was LVV-minister Suresh Algu. Hij heeft oriëntatiebezoeken gebracht aan de districten Wanica en Kommerwijnen. Veel landbouwers hebben schade geleden, waardoor de kans op verhoogde prijzen voor landbouwgewassen niet is uitgesloten.